What's up, everybody? Welcome back to another highly combustible reaction. We're jumping in the next one on Andre Van Dahl journey. Nudist in Camp, which I'm assuming means nudist camp. 1975, before I was even thought of. Let's jump in. Let's check it out together. Shout out to Inga for the subtitles. I definitely appreciate you. We wouldn't even be able to take the Andre Van Dahl journey if it wasn't for Inga. So thank you for the subtitles. Let's go. Be prepared. All right, Porkies. Come on. Hello. That's such a dynamic duo, these two. Nou, ik keek even wat voor soort hout het was. Ja. Ik denk wat voor soort hout het was. Ik denk dat u meer benieuwd was dan wat er die schutting gebeurde, dat u daarom door dat gaatje zat te loeren. Gaatje? Welk gaatje? Ja, welk gaatje? Er zit een knop van een gat die schutting kijkt. Nou. Er zit een gaatje! Ja. Wat zou ervoor zijn? Ja, wat zou ervoor zijn dat die mensen kunnen zien wat wij voor kleding aan hebben? Nou goed. That's me. This is totally something. I don't see how. Wat zou ervoor zijn? Ja, wat zou ervoor zijn dat die mensen kunnen zien wat wij voor kleding aan hebben? Nou goed. Oh jee. Wat is dat? Je kan niet spijnen aan mij. Ach, man. Ja, dat kan die mensen wat schelen in dat kamp. Kamp? Ze padvinders? Padvinders? Nudisten. Van der Molen, hoe maakt u het? Met grote letters op die schutting staat, man. Nudistenkamp. Daar lopen allemaal blootlopers. Oh, van alles uit goed voor u. Ja! Zeg, hebben u nog wat gezien door de gaatje? Ja, je ziet ze zo. Je ziet ze zo. Ja, je ziet ze zo. Ja, je kan ze zo zien. Zeg, en allemaal van. Ja, maar ook van. Het is allemaal aanwezig, ja. Zeg meneer, zijn mannen of vrouwen? Nou, dat kon ik niet zien, maar ze hadden geen kleren aan. Maar... Zal ik u eens wat vertellen? Ik vind die mensen hebben groot gelijk dat ze zo lopen. Uiteindelijk zijn we toch allemaal naakt geworden? True! True, I don't think you should feel any shame being naked. You know what? If you do, get naked and dance in front of a mirror. Make yourself look at yourself. Make yourself be okay with yourself. Nee, ik ben met de helm opgeboren. Kom op, boy. Over een jaar of twee loopt u misschien ook zo. Nou, als de nou zo doorgaat met die belastingen, zal het vermotten. Amen. Amen. We all might have to. Dank u, sociale. Maar voorlopig doe ik de gordijntjes nog dicht als ik mijn voeten was, hoor. Ja, zeg, als je zo'n tijdje in zo'n kamp loopt, hè, ja. Hebben ze mij verteld. Wat? Dan zie je het verschil niet eens meer. Nou, behalve als je tegen iemand oploopt natuurlijk. Dan... Nou, dat is zo. Zeg maar in. Then you do see a difference, for sure. Huh? Kijk nog eens even door de gaatje wat of u ziet. Of ik nog even... Ja, dan kijk ik even mee. Nou, ik kan het even proberen, maar het lijkt me ouders wel een stuk goedkoper dan televisie. Als je zo'n schutting gewoon in je kamer hebt, lijkt me een stuk goedkoper. Dan ja, zou mij ook wel lijken. Ja. Nou, laten we nou even hier kijken. Ja. No. I'm not letting nobody talk me into looking back into... Zoekt u iets, heren? Hey, hallo! Kijk nou eens welke van Amaroy met de zuster. You been then cut. Wat bedoelt u? Nou, ik bedoel, u staat mooi voor schutting. Ik snap niet wat u bedoelt, maar wat wilt u eigenlijk? Nou, het is zo, meneer hier is zijn hondje kwijt. Hondje? Ik heb helemaal geen hondje. Ja. Ik heb nooit een hondje gehad. Jawel, die is net over de schutting gesprongen. Ik heb alleen twee goudvissen, die springen niet over de schutting. En nou wilde hij even kijken of hij hem zag, begrijpt u? Oh ja. En heeft u hem gezien? Don't do it. Don't do it. Ik heb het hondje niet gezien.
Had je niet gezien? Nee. Saw the cat. Is het misschien een tikkeltje? Zet u? Een tikkeltje. Is dat het misschien? Nee, het is een teefje. Nou, wij hebben niets gezien, maar komt u maar naar binnen, dan kunt u beter kijken. Ja! Yeah, go ahead. Nou, ik heb you got to remove your clothes. Nou ja, als u naar binnen wilt, is daar een deur. Deur. Maar als u alleen maar door dat gaatje blijft loeren, dan bel ik de politie. Okay. Yeah, you just want to walk away at this point. Get away far. You don't want to have to become a registered sex offender. I'm just saying. Ja, dat, maar zou het nou niet strafbaar wezen, zoiets? You're a perv. Strafbaar, waar moet no. dat ondervallen? Nou, weet ik veel, eten leren van ongekeurd vlees. Ah. Dat geldt alleen voor slagers, meneer. Luister nou, het is de kans van uw leven. Ga nou even kijken, daar. Ja, zo'n kans krijg je niet gauw meer, natuurlijk. Ben je mal? Ik geloof dat ik hem mag kijken. Ik ga meteen kijken. Oké, okay, zeg. No. Ik moet u weer even terug. Breng u een verslag uit. Ja, zo gauw ik mijn hondje gevonden heb. Zo'n hondje. Wat een giller, hè. Even kijken. Yep, I knew it! Oh, wat is hey there, buddy. Ik wil het maken dat u wegkomt. Nou, kijk eens, meneer. Mijn vriend is hier aan de andere kant. Niet mee te maken, meneer. Wegwezen. Oké, okay, agent. Opschieten, meneer. Agent. Meneer, hallo. Nou, dit is een inbed. Bent u er nog? Hé, hey, meneer, waarom komt u nou niet terug? Ik ben lid geworden! I knew it was gonna happen. I knew it was gonna happen. He then went and joined a cult. Oh, absolutely. Shout out to anybody that's just, you know what, okay with their body, okay with the skin that they're in. Everybody should be able to feel that way. I think nudist camps are one of the most freeing things in the world. I'm not one person that goes to them or anything like that, but I do. I think it's awesome that people are gonna just be like, you know what, forget it. I'm here in what I was born into the planet with. Good on you. Good on you. Good on you countries that can actually have things like that without it becoming some kind of problem. I don't know if we could do a lot of that stuff around here. Definitely get over it. Show Inga all the love of the world for the subtitles. Go show Andre Vidal the love for the love of everything. Check out the rest of the reactions. A video will be popping up on the screen at some point. Smash the like button if you liked it. The dislike button, but I won't believe you. Would you become a member? I would. Till the next one, I'm Alex Combustible. You guys be happy, healthy, safe. I love you to the moon and back. Peace.